Rabobank discount is. Een applausje voor ook het belangrijke aangaan. Ook een applausje voor de dames voor dat fantastische actie die ze ondernemen en activiteiten. Ten behoefte van de jeugd. Sponsoren, belangrijke sponsoren. Het is allemaal hoofdsponsor van 1816. Ik heb net staan vertellen. Alexander van Dijk van de zekeringsmaatschappij RH 1813. En Alexander heeft net verteld, RH staat voor Noord-Holland. Noord-Hollandse zekeringsmaatschappij 1813 staat voor. Die winnen het oprichtingsjaar. Dus met andere woorden, 201 jaar is Alexander. Ja. Op de kolom van jongens van 10 tot ik zal eerst even een bekend maken, die het goed vinden. En daar gaan we over tot deze telefoon. Ik ben de plaats aan de zijkant van de speler. De buffet op. Ik ga eerst de uitslag. We gaan eerst de prijzen krijgen. En we gaan Alexander en Jan bij gaan weer helpen. We beginnen met de nummer 2. Petra Sofian. We gaan door naar staafje nummer 5, de royale winnaars. Op de winnaars van Edward en Petra. Lax, Takkan en Kies van der Leeuw. Staafje nummer 5. Maar nu kan overwinning eruit. Bij deze heer wordt nog een speciaal verhaal. Dat is ook ingeschreven voor het verbetterde toernooi morgen, Apeldoorn Open. We hebben wekenlang
konden dan twee namen opdelen en dan krijg je een pond in. Dit is dus geen naam gekomen, want het is een tijdje op de top. Dit heeft vandaag niet veel te volgen. De heren blijven alleen over, maar ik heb besloten morgen mee te doen. Het is een groot toernooi met de staat in de stad van de Zetterstoorn. Dit is een grote klasse, Spokkie. Die hier morgen terug. En morgen optreden worden, in ieder geval. Dat was nieuw. En dan de grote winnaar. Lammebruin en Pallebruin. Alexander van Dijk, die is 40 prijs gekregen, de bloemen van Edward. Iedereen hier natuurlijk bedankt jullie voor jullie deelname aan het schapstoernooi. Wat ook een deel van de inschrijf gelden. Ik ga het ook tegen jullie doen, dat is ook een helemaal niet man. Jullie lopen helemaal voor jullie stoppen met alles die gedaan zijn. En iedereen heeft een vertrouwen nodig. Dankjewel Edward en ook de schapstuurst. Gefeliciteerd, succes gewenst. En morgen doen we nog proberen een gekke bobbel te doen. Ja? Dat is wat. En aan de deelnemers, het echt wat zij, ook bedankt voor het kopen van loodjes en het dik aan de lollies. Dat is de opbrengst. Dan is dat maar morgen in de video voorbaan. Oké, en er moet nog een enkele prijs worden afgehaald. Wat mij betreft. Aha, we zijn nog steeds loodjes te kopen. We gaan gewoon continu door tot top. We hebben een prijs te winnen, dus blijf loodjes top. Alle deelnemers van de stadkistnoot bedankt voor hun deelname. Volgens hier mogen terug als toestaande deelnemer. En aardig bedankt aan vorige keer die bijdrage, want daardoor is het allemaal mogelijk. De stadkist ook bedankt en de succes. Ja, uiteraard wedstrijd. En dan gaan we morgen uitvoeren bedanken. En we gaan weer door met de sport. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.
Thank you.
Flint blijft gewoon staan en morgen zijn we goed over. Gaat er niet rekenen? We hebben een Flint blijft staan. Ja, dat is een mooie uitdaging. Ja,
I
Thank you.
I have small hands. Yeah, you can play with that. It's bigger, you lose control. You cannot control the ball as much as you want to. And this one is little stripes on this hand. This one is smooth. It's just preference. No, that's preference. I like a little bit more grip and on my ball when I play, but those are just as good. Just as what you want. There are so many chips. Yeah. So you just start off with, normally you just start off with the cheapest set you can find, or a second hand set, or just garden tools. You can buy them up there, even at Decathlon for 15 euros. You start off with those. And if you like it, then you go and find your own kind of ball. That's the thing. No, the very cheap ones you cannot use in competitions because it has to have a number on it. That's a registration number. So it's a license book. But if you don't do competitions, it doesn't matter. You can just play with the kind of balls you like. And you can get 75 euro balls or 350 euro balls. They look the same. They almost do the same. It's just what you want. Maybe only the one. Yeah. And the name. Because there are only a couple of brands that make balls for wood. And it's one of the biggest ones. There are a couple of others. There are still good. But you pay a little bit less. But if you're just starting, don't buy balls yet. And you never start with new balls. It's too expensive. A set for normal balls around 150 euros new. Not licensed balls. 150 euros, and you can pick up a second hand set for 45 euros. So just start off with a second hand set and just have fun. Because you never compete. The first year, the first couple of years, you can never compete against guys like this. But it's always fun. I never think I want to skate the cheap balls. Well, this is the first year. Okay. I hear the name, but I don't know how it is. Yeah, they do. Yeah. We play together in the UK. And it's the same name. Yeah. It's worldwide. It's the same name. It's in France. It's Putain, and it's part of Jeu de Boules. Jeu de Boules is all the games you can play with these balls or with balls. In Italia, in Italy, you got bocce, and they play it also in the US. Bocce, it's with a little bit bigger ball, but you do exactly the same. Almost every country plays, but there are countries
I got invited for this tournament just because they are very good players and just it's really cool. And help with getting everybody motivated. Yeah, it's last year it wasn't here, it was in Zeist. And there were English clubs. You can play one against one. You can play one against one, two against two, or three against three. And you can have it mixed. So one girl, two guys, one guy, one girl. Doesn't matter. There are championships in Holland in all categories. It's a very friendly sport. Yeah, I like it. Being honored because it was so nice. Yeah, and even after you lost, just go have a drink with each other and everything else. And that's a good thing for me. Why you be upset against each other? Can you work that? Everybody friends. Yeah. Because the
punk community is quite a small thing. So you know almost everybody. So yeah, Sennheiser, everybody. Even though there were 35 teams competing, so that's 105 people, you got the other people doing just have to know them at some point. If you see them more than once, from himself.
No combo. Yeah.
Thank you.
position you're going to be when you come back. Thank you. If you want to go off, stand up for a long time ago, as you remember. Thank you.
Kunnen jullie met rode boelspoelen, jongens? Dan kan ik het een beetje zien wie er wie is.
Dat was even een beetje dichter. Maar juist.